Goeiedag, welkom. Mijn naam is Remco Hiemstra, ik ben van Dissoluut en ik wil graag iets vertellen over histamine-intolerantie. Even de agenda, even een korte disclaimer, iets over Dissoluut en dan gaan we toe naar het deel waar we voor gekomen zijn, histamine, histamine-intolerantie, de symptomen en hoe ga je om met histamine-intolerantie. Eerst even de disclaimer, wij zijn een commercieel bedrijf, we zijn geen arts, dus medisch advies verwijzen we u graag door naar een medisch specialist, een arts of een diëtist. Informatie die hier gegeven wordt, is voor informatieve doeleinden en niet om u medisch advies te geven. Dissoluut is een klein bedrijf, een aantal personeelsleden. En wij specialiseren ons in voedingsintoleranties. Met name lactose-intolerantie, histamine-intolerantie en fructose-intolerantie. Oké, wat is histamine? Histamine is een lichaams-eigen stof die verschillende rollen speelt in ons lichaam. Onder andere een rol in het maag-darmkanaal, fungeert ook als een neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel, dus de hersenen en het ruggenmerg, maar speelt ook een belangrijke rol in ons afweersysteem. Nou, het lichaam maakt in principe zelf histamine aan, dat noemen we endogeen histamine. Dat wordt onder andere opgeslagen in de mestcellen en de basofiele granulocyten. En de mestcellen zitten met name in de huid, de longen en het darmkanaal. En dat herken je ook snel, iemand met een allergische reactie wordt al snel rood, heeft last van zijn darmen, moet vaak hoesten. Maar ook als je bijvoorbeeld een wondje hebt, wordt je huid snel rood. Dat is een teken dat er inderdaad histamine vrijkomt. Het lichaam zorgt zelf voor een soort histaminespiegel. Die is voor iedereen afhankelijk, daar kom ik straks ook op terug. Maar de histaminespiegel wordt door het lichaam in stand gehouden. Het maakt zelf histamine aan, maar het breekt het zelf ook af. En echt voor de duidelijkheid, zonder histamine kunnen wij niet functioneren. Histamine is een soort aanknop. Als histamine in het lichaam vrijkomt, betekent dat dat het lichaam iets moet gaan doen. Dus een deel van het lichaam, zoals de huid, signaleert iets, geeft histamine vrij en de rest van het lichaam krijgt de boodschap van jongens, we moeten aan het werk. Er komen acties op het neurotransmitter centraal zenuwstelsel, cardiovasculair, gastrointestinaal, dus de maag en de darmen gebeurt er het een en ander. Hormoonhuishouding kan er het een en ander gebeuren, maar ook de luchtwegen, de longen, de neus, de slijmvliezen, kan het een en ander in gang gezet worden. Het is maar een beperkte selectie van alle processen die in gang gezet worden. Zoals je op deze slide kunt zien, heeft histamine echt veel acties die gezet kunnen worden. Ik blijf er niet te lang bij stilstaan, maar dit geeft even een beeld van hoe complex het kan zijn. We moeten eerst even een stapje terug. Want wanneer spreken we over een allergie of een intolerantie? Wij specialiseren ons in intoleranties en niet in allergieën. Maar wat is nou precies het verschil? Er zijn verschillende reacties op voeding. Nou, we kennen allemaal wel het barbecue-syndroom. Lekker gebarbecued en de avond en daarna hartstikke ziek. Dan spreek ik echt over een voedselvergiftiging, een toxische. Een niet-toxische is of immuunsysteem gerelateerd, oftewel een voedselallergie. En dat is ook iets wat een arts echt moet vaststellen. Of iets wat niet immuunsysteem gerelateerd is. En dan praten we over een voedselintolerantie. Een voedselintolerantie kan net zo vervelend zijn als een voedselallergie. Alleen zal veel minder ernstig zijn. Voedselallergie, mensen die dat hebben, die moeten ook vaak met een speciale medicatie de hele dag rondlopen. Nou, bij een allergie zul je ook steeds allergischer worden. Bij een intolerantie is dat niet. Bijvoorbeeld een pinda-allergie is één pinda al voldoende om een hele heftige reactie te ontlokken. Bij een intolerantie is dat niet zo. Ook bij een allergie zul je al binnen enkele minuten de eerste symptomen zien van de voedingsallergie die iemand heeft. Bij een intolerantie kan het best wel lang duren. Het kan echt wel enkele uren duren voordat mensen doorhebben van oh, ik heb toch iets verkeerds gehad. Bij een allergie is ook een typisch klinische patologie. Als je daar de symptomen van beschrijft, zou je denken van nou, dat is een allergie. Intolerantie is dat wat lastiger. En lijken de symptomen juist erg op een allergie, waardoor je op het verkeerde been gezet kunt worden. De diagnose van allergie is ook een stuk makkelijker. In intolerantie is het echt een stukje lastiger. Nou, zoals ik net al zei, allergische reactie kan heel snel optreden. Toch echt wel binnen een half uur na het nuttigen van het product. Een voedingsallergantie kan 30 minuten tot 3 uur duren. En is het meer dan 3 uur nodig, dan hebben we waarschijnlijk te maken met een spijsverteringsprobleem door te veel te eten. Hoe vaak komt het ene nou voor? Een lactose-intolerantie komt 10 tot 30% voor in Nederland. Ga je naar Azië, gaat het richting de 90 tot 100%.
fructose malabsorptie, oftewel fructose intolerantie kun je het ook noemen, 5-7%, voedselallergie 3-5%, recente cijfers zeggen dat het iets lager is, histamine intolerantie 1-2%, celiaki, oftewel de glutenallergie, 0,5% in Nederland, en een erfelijke fructose intolerantie is nog lager. Nou, het zijn allemaal verschillende studies. En verschillende studies geven ook verschillende getallen weer. En dit zijn ongeveer de getallen die je regelmatig terug ziet komen. Okay. Terug naar de histamine. We noemden het net al. We hebben histamine in ons lichaam, wat door het lichaam wordt aangemaakt. Er zit eigenlijk ook histamine in voeding. Ook planten en dieren hebben histamine nodig om te kunnen functioneren. We kunnen niet zomaar vegetariër worden. Want ook in plantaardige producten, zoals tomaten, aubergine, cacao, maar ook aardbeien, zit histamine. Maar ook in vlees en vis zit ook histamine. Bewerkte producten, zoals kaas, zuurkool, zit weer meer histamine in. Ook in geconserveerde producten zit meer histamine in dan in vers eten. Dus het motto is ook, des te ouder, des te fouter. Nou, een aantal voorbeelden. Ja. Salami, gedroogde worst, rode wijn, zuurkool en vis. Dat zijn producten waarvan iemand die weet dat hij histamine intolerant is, al snel een afkeer tegen heeft. De histamine komt via de maag in de dunne darm terecht. In de dunne darm wordt het enzym diaminooxidase aangemaakt. Dat zorgt dat de histamine verteert, waardoor deze niet in de darmwand terechtkomt. In principe zou hier een mooi plaatje langs moeten komen van het enzympje wat je ziet dat histamine verteerd wordt. Nou, we hebben de presentatie op een ander systeem gemaakt, dus die ziet u nu niet. Maar er hoort een klein enzympje langs te komen dat laat zien hoe de histamine verteerd wordt in producten die niet schadelijk zijn voor het lichaam. Nou, zoals ik net al noemde, ik noemde net al het enzym diaminooxidase. Dat wordt geproduceerd in de dunne darm. Is er een tekort aan het enzym? Bent u diaminooxidase deficient, DAO is de afkorting voor diaminooxidase, dan vindt er geen of onvoldoende vertering van histamine plaats en de histamine gaat door de darmwand heen, de bloedbaan in en geeft daar een hogere histaminewaarde in het lichaam. Door die hogere histaminewaarde denkt het lichaam dat het een en ander aan de hand is en gaat het knopje op aan en gaat ze een aantal acties uitvoeren. Nou, dit plaatje herkent u nog van zo net en inderdaad, de symptomen kunnen heel divers zijn. Nou, wat zijn nou de meest genoemde symptomen? Ik wil even bijzeggen dat de symptomen per persoon kunnen verschillen. En de ene keer zijn de symptomen ook weer anders dan de andere keer. Dus dat maakt het af en toe wel heel verwarrend. En dat geeft ook aan dat de diagnose soms lastig te stellen is. De meest voorkomende zijn de maagkrampen, de winderigheid, maar daarbij ook het horende, de duidelijk hoorbare gerommel in de buik. Diarree, uitslag, rode huid, jeuk, loopneuzen, niezen, misselijkheid, braken, vermoeidheid, een hoofdpijn. Maar ook als duidelijke onderscheid van de gewone hoofdpijn, een duidelijke migraine die op kan treden. Nou, waarom is de relatie nou zo onduidelijk? Bij een allergie is het zo, je neemt een voedingsproduct in, immuunsysteem gaat reageren en je hebt gelijk een reactie. Duidelijk. Maar met histamine heb je echt een opbouw. Iedereen heeft een bepaalde drempelwaarde. Per persoon is die drempelwaarde ook weer verschillend. Dus je kunt ook niet makkelijk zeggen, van, nou, als u onder de 50 blijft bijvoorbeeld, om een getal te noemen, dan heeft u geen klachten. Dat is echt iets wat u zelf uit moet zoeken. De reactie die u krijgt als u eenmaal de drempelwaarde heeft bereikt, die kan 3 minuten tot 3 uur duren. En even een paar scenario's om het een en ander wat uit te leggen. Ja, we hebben een klachtendrempel. Zitten we onder die klachtendrempel, gaat het lichaam niet op aan en heeft u geen klachten. Zodra je ook maar even één moment boven die klachtendrempel zit, gaat het lichaam signaleren dat er histamine in het lichaam is. En gaat die het een en ander aan cascades in gang zetten. Ja. Stel nou, u weet dat u histamine intolerant bent. U neemt als ontbijt een banaan, blijft onder die spiegel. Is er niks aan de hand. Neemt er ook nog een broodje oude kaas bij. Brood zit gisteren sowieso histaminerijk. Oude kaas is nog helemaal histaminebommetje. Is nog steeds niks aan de hand.
U snijdt ook nog een stukje chocola bij. Niks aan de hand. Maar door een aantal aardbeien te snoepen, die niet alleen histamine rijk zijn, maar ook nog histamine vrijmaken in het lichaam zelf, heeft u op dat moment net even te veel gedaan, heeft u te veel histamine in het bloed, dan komt die klachtendrempel vrij. U denkt misschien van, zie, ik ben toch allergisch voor de aardbeien, maar had u bijvoorbeeld het broodje oude kaas weggelaten, was u onder de spiegel gebleven, was er niks aan de hand geweest. Dus het is belangrijk om gewoon op te schrijven, wat heeft u gehad, wat zijn uw klachten. En doe dat ook als u geen klachten heeft, want dan weet u wat u gewoon rustig kunt eten. Nou, een andere scenario is, u heeft een histamine-intolerantie. U kunt dat bijvoorbeeld met een dieet goed redden en heeft er eigenlijk nooit last van. Maar u bent ook een beetje, heeft ook last van hooikoorts. Nou, in het voorjaar komt die hooikoorts vrij. Een hooikoorts is eigenlijk een allergie voor de pollen in de lucht. En bij een allergische reactie komt ook histamine vrij. Dat is gewoon puur natuur en dat is ook belangrijk voor het lichaam. Maar doordat u altijd al wat hoog zit in die histaminespiegel, met een hooikoorts die ook nog eens een keer histamine vrijmaakt, komt u boven die klachtendrempel, dat u naast die hooikoortsklachten ook de andere klachten van histamine-intolerantie hebt. Als u dat van tevoren weet, kunt u al voordat het voorjaar begint, voordat de pollen in de lucht zijn, strenger aan uw dieet houden, door uw histaminespiegel zakt en u iets meer buffer hebt om de hooikoorts op te vangen. De hooikoorts zal gewoon blijven bestaan, maar het is heel goed mogelijk dat u minder klachten ervaart. Veel mensen hoor je dat ze echt blij zijn elke keer als het weer voorjaar is. Want in de winter vinden ze helemaal niks, dan hebben ze vaak hoofdpijn, ze voelen zich ellendig. Vraag is of zij dan echt een winterdepressie hebben, of dat zij misschien wel gewoon een histamine-intolerantie hebben. In de winter is ons dieet wat anders dan in het voorjaar. We eten vaker rookworst, zuurkool. De groente komt toch wat vaker uit een blik en een pot. Wat het best kan zijn dat de histaminespiegel te hoog is. Als mensen dan in de zomer weer lekker vers gaan eten, verse eigen gemaakte salades, verse groenten, krijgen ze veel minder histamine binnen en nog onder die klachtendrempel zit. Nou, wij zweren altijd bij ondersteuning van een diëtist. Een diëtist kan u helpen om goed te kijken, wat is nou eigenlijk uw probleem? Wat is nou de voeding waar u intolerant van bent? En kan u helpen bij een gezond dieet te geven. Als u zonder interventie boven die klachtendrempel uitzit, kan een diëtist u helpen om uw dieet aan te passen om onder die histaminespiegel te komen. Als je eenmaal weet wat uw klachtendrempel is en u weet, nou, ik krijg over een week een functioneringsgesprek, of ik moet een lang eind rijden, of ik heb een repetitie, of wat dan ook waarvan u weet, nou, dat is stressvol. Wees bewust, bij stress komt ook histamine in het lichaam vrij. Ga dan van tevoren streng aan het dieet houden, zodat die histaminespiegel zakt en u ruimte heeft om die histamine die vrijkomt door de stress op te vangen en zo onder de klachtendrempel te blijven. Volgens mij ben ik histamine-intolerant, maar hoe weet ik dat nou zeker? Nou, bij een allergie kunt u een simpele bloedtest doen, of de bekende huidkrasjes. Dat is bij histamine-intolerantie een stuk moeilijker. Er zijn een aantal ziekenhuizen in Nederland die wel een aantal laboratoriumtesten doen. Als eruit komt dat u intolerant bent, dan is daar ook geen discussie over. Alleen ze zijn niet altijd even zeker. Dus het kan best zijn dat u wel intolerant bent, maar op dat moment komt het gewoon niet uit omdat u zich waarschijnlijk netjes aan uw dieet heeft gehouden. Nou, bij een intolerantie, een lactose-intolerantie, kunt u een orale provocatie doen. U krijgt dan het drankje, moet in een apparaat blazen en er wordt gemeten wat eruit komt. Bij histamine-intolerantie kan dat helaas niet. Ook het diamine-oxidase in het bloed blijkt geen correlatie te hebben met histamine-intolerantie. Het gaat er namelijk om bij een histamine-intolerantie dat u voldoende diamine-oxidase in uw darm moet hebben. En de diamine-oxidase in uw darm wordt aangemaakt in uw darm. En de diamine-oxidase in uw bloed wordt op een andere lichaam plaats in het lichaam zelf aangemaakt. Dat geeft vandaar geen correlatie met histamine-intolerantie. Histamine in het bloed is helaas ook niet bruikbaar. Puur omdat die spiegels per persoon gewoon ontzettend verschillen. Dus stel, daar komt een waarde X uit, kan het best zijn dat iemand met dezelfde waarde geen klachten heeft en een derde persoon met dezelfde waarde juist weer wel klachten hebben. Ook in ontlasting, fetus is een moeilijk woord voor ontlasting, kan zowel diamine-oxidase als histamine-spiegels bepaald worden, kan ook een raadje van gemaakt worden. En dat zijn inderdaad testen die gebruikt worden, maar waar ook toch ook wel
discussie over is. Nou, in Nederland is histamine-intolerantie een waarschijnlijkheidsdiagnose. U weet, heeft al het vermoeden dat er iets met voeding aan de hand is. Gaat naar een arts waar een allergietest wordt gedaan. Daar komt niks uit. En dat is op zich logisch, want u bent ook niet allergisch, maar intolerant. U kunt dan samen met een diëtist of de arts uw voeding aanpassen waardoor die histamine arm wordt. Worden dan de klachten een stuk minder. Dan is het vermoeden nog eens een keer bevestigd. Worden dan weer histamine aan de dieet toegevoegd en de klachten treden weer op. Dan kan zowel de diëtist als de arts concluderen dat inderdaad de waarschijnlijkheidsdiagnose histamine intolerantie is. Als u dat eenmaal weet, weet u ook dat u op dieet aan moet passen. Ga er dan vanuit dat bewerkte en gerijpte voeding, schimmelkaas, oude kaas, gedroogde worst, zuurkool, dat u die beter kunt vermijden. Dat zijn producten die hoog zijn in histamine. Ook bepaalde groentes en fruit, zoals tomaten, bananen en aardbei, vermijd die zijn hoog in histamine. De diëtist kan er ongetwijfeld veel meer over vertellen en ook helpen daar een gebalanceerd dieet van te maken. Alcohol bevat niet alleen histamines, maar ook een histamine vrijmaker. Dus die maakt histamine vrij in het lichaam. Vandaar ook de kaartenklachten na veel alcoholgebruik. Rode wijn is nogmaals extra hoog in histamine. Ook duidelijk veel hoger dan bijvoorbeeld een witte wijn. Concluderend, de ouder de fouten qua voeding en vers is best. We noemden ze net al, histamine vrijmakers. Dat zijn producten die misschien niet eens histamine rijk hoeven te zijn, maar die in het lichaam zorgen dat de cellen daar de histamine vrijmaken. Dus komt de histamine niet eens vanuit de darm het lichaam in, maar ze maken de histamine vrij die al in het lichaam zit, opgeslagen in onder andere de mestcellen. Dat zijn aardbeien, die vanzelf al histamine rijk zijn, dus dat telt dubbel op. Citrusvruchten, sinaasappelsap, kiwis, bananen, chocolade, zeevruchten, zoals mosselen, maar ook stress en angst. En dat is helemaal vervelend als u op een gegeven moment een uitbraak heeft van histamine-intolerantie en u zit boven die spiegel. Ja, dat is best eng, dan bent u ook gestrest, komt er nog meer histamine vrij, waardoor de klachten nog erger worden. Dus dat zijn dan hele vervelende momenten. Aan de andere kant, medicatie kan diaminoxidase aanmaken, remmen in de dunne darm. Nou, uw arts en apotheker kan het allemaal uitzoeken. Er zijn een aantal middelen, onder andere antireuma, astma, antibiotica, pijnstillers, cardiovasculaire geneesmiddelen, die daar invloed op hebben. Er zijn goede vervangers voor, die dat net op een ander mechanisme ingrijpen en daardoor de diaminoxidase aanmaken. Niet remmen. Dus consulteer uw arts en apotheek en ga vooral niet zelf met die medicijnen spelen. Nou, hoe ga je om met een histamine-intolerantie? In het begin zal het zeker wat aanpassingen vragen. Hou in ieder geval een dagboek bij. Eet vers, vermijd alcohol, chocolade, tomaten. Schrijf iedere dag op wat u eet en wat uw klachten zijn. En doe dat ook als u een tijdje geen klachten heeft. Dan weet u een keer wat u wel mag hebben en wat u wel kunt eten zonder klachten te krijgen. Doe dit samen met een diëtist en gebruik de medicijnen. Overleg even met uw apotheker. We noemden het net al de voedings- en klachtendagboek. De diëtist heeft er hele mooie voorbeelden van. U kunt ook gewoon simpel een schriftje bijhouden. Het werkt in principe hetzelfde als je het maar bijhoudt, zodat het voor uzelf inzichtelijk is wat u allemaal gegeten heeft in de voorgaande periode. En leer je spiegel te bewaken, zodat je, als je weet dat je volgende dag een stressvolle situatie hebt, dat je een dag, 1, 2, 3 dagen van tevoren laag in je histamine gaat zitten. En accepteer dat het gewoon af en toe fout gaat. We kunnen niet altijd onze agenda bewaken, dus af en toe heeft u gewoon onverwacht druk, heeft u stress, heeft u opeens een griepje, of de pollen komen eerder in de lucht, of u snijdt zich per ongeluk, dan komt inderdaad histamine vrij. Kunt u zich keurig aan dieet hebben gehouden, maar door die externe factoren af en toe komt u toch nog, boven uw spiegel heeft u toch nog klachten. Nou, ga er niet in de stress zitten, wordt het alleen maar erger van, maar accepteer het gewoon.
Wat fijn is, is dat er op Facebook bijvoorbeeld een pagina is voor mensen met histamineklachten. Als u hier even een zoekactie doet, komt u daar redelijk snel bij. Praat met anderen. Wat kunnen ze wel eten, wat kunnen ze niet eten? Zij geven elkaar ook veel tips over restaurants die er bijvoorbeeld rekening mee houden. Of wat je wel kunt eten op vakantie en wat niet. Op Pinterest staan veel interessante recepten. Recepten zijn wel met name Engels-Amerikaans. Dus je moet even rekening houden met omrekenen. Maar alleen al die ideeën die er gegeven worden, die geven gewoon een stuk hulp in de keuken. Maakt het allemaal weer wat makkelijker. Internet komt ook in het Nederlands steeds meer informatie. Let wel even op welke bron het is. Is het een betrouwbare bron? Zit er een diëtist achter of niet? Want er gaan ook qua histamine-intolerantie de nodige broodjes aapverhalen langs. Ook in het Nederlandstalig deel van internet. Een ander fijn boek. Vaak krijg je een lijst mee met wat je allemaal niet meer mag eten. Maar dit boek staat ook wel wat je wel kunt eten. Dat is het histamine-beperkt basisboek, geschreven door Marloes Collins. Als je er even op googelt, ik weet dat ze bijvoorbeeld ook via bol.com te krijgen zijn. Dat maakt het ook weer makkelijk. Geeft je wat handvaten, waardoor je weer wat makkelijker met de histamine-intolerantie om kunt gaan. Nou, normaal zouden we hier nog tijd hebben voor vragen. Nou, dat lukt nu natuurlijk niet. Maar heeft u vragen? info@dissolute.com. Stuur er gewoon elke vraag heen die u heeft. We proberen eigenlijk altijd binnen 24 uur te antwoorden. Lukt het niet, dan lukt het vaak wel binnen 48 uur. Of kijk op onze site dissolute.com. Daar zit ook een contactformulier bij, wat u ook natuurlijk altijd kunt gebruiken om vragen te stellen. Hartelijk bedankt voor uw aandacht en heel veel succes.